Bij vandaag een fysieke wedstrijd voor jou. Hoe kijk je terug naar vandaag en vrijdag? Vandaag denk ik niet helemaal het resultaat dat we wilden, want we wilden gewoon een 6-punten weekend hebben. Vrijdag toch, ik denk een goed georganiseerde wedstrijd gespeeld. Het was wel gewoon, soms een rommeltje, alleen ja, toch aan het langste eind getrokken. En ja, belangrijk dat je ook wedstrijden met 2-1 kunt winnen en niet alleen met hoge cijfers. Helaas van 3-1 dan naar 3-3. Hoe is dan een beetje de sfeer op de bank? Voelde die 1-1 voelde jou iets meer aankomen. Ik vond dat we daarna heel goed gebruik maakten van de powerplay waar we de laatste paar weken dan soms wel wat kansjes laten liggen. Dus dat was eigenlijk heel snel. Alleen ik had niet het idee dat we vandaag echt onze beste wedstrijd hebben gespeeld. En dan merkte je in de hele wedstrijd op bepaalde momenten. En je ziet gewoon als we ons spelletje spelen dat we dan gewoon meteen de overhand hebben. Alleen het was niet dominant genoeg, laat ik het zo zeggen. Ja, volgend weekend de halve finale voor de Beker van Nederland tegen Den Haag in Best of Three. Vrijdag heb je laten zien wat jullie kunnen. Met welke mindset kijk je naar volgend weekend? Ja, ik denk gewoon uitgaan vanuit onze eigen kracht. We weten wat we kunnen, wat we moeten doen als team. En natuurlijk een beetje proberen te leren van hoe we de wedstrijd vrijdag hebben gewonnen en wat beter kan. En ook wat we kunnen verwachten. Dus ik denk dat we vooral van onze eigen krachten uit moeten gaan. Wouter, een weekend vol Nederlands ijshockey. Hoe kijk je daarop terug? Ja, ik denk dat we wel een goed weekend hebben qua punten. Vandaag zat er meer in de tank dan we hebben laten zien. Maar nu in de eerste plek kunnen we altijd tevreden over zijn. Inderdaad, nou vandaag staan jullie bovenaan. Wat is het dat dit Inter zo sterk speelt? Ik weet niet, we hebben een heel leuke groep. Super goede spelers hebben gewoon bij elkaar. En we werken ook hard. Dat is ook wel key, denk ik. En we vullen elkaar goed aan. Schijt dus. Dus een heel compleet team, kan je ja, wel zeggen. Zeker. Inderdaad, ja, vandaag zat helaas inderdaad meer in de tank. Maar dan scoor je toch zo'n overtime winner. Dat moet toch lekker voelen? Ja, zeker. Ja, ik ben eigenlijk wel heel blij mee. Ik kreeg een goede paas van Brett en ik kon goed deflect in de goal. Ja, ik heb dan niet het geluk dat ik dit seizoen nog veel heb gescoord. Ik weet dat het er wel in zit. En wel blij dat ik nu wel op deze manier belangrijk kan zijn voor het team. Zijn er wat jongens van Tilburg hier? Wat heeft jou laten beslissen om bij de Inters te komen te spelen? Ja, dat is een toch wel een moeilijke beslissing voor mij geweest. Niet alles was gelopen hoe ik wilde bij Trappen. Dus ik had graag ook wel bij Trappen willen blijven. Maar ik ben wel blij dat ik toch deze beslissing heb genomen. Ook zeker om de speeltijd. En ook op hoog niveau kan spelen en voor prijzen mee kan doen.